Valkenburg is de parel van het Heuvelland. Dat wisten de mensen 125 jaar geleden en dat weten de mensen nu nog steeds. Met deze reportage willen we u laten zien wat de plannen van de gemeente zijn voor het centrum. Een ambitieus centrumplan dat Valkenburg zal omtoveren tot een in eer herstelde historische vestingstad. Met een aantrekkelijk winkelcentrum. Een in het oog springende aanwinst voor toeristisch Zuid-Limburg. Inderdaad. Wat de Valkenburger al lang wist, wordt door de diverse onderzoeken nogmaals bevestigd. Valkenburg presteert matig. De concurrentie is morend en de productiviteit is laag. Ook de parkeeroplossing, waar we met z'n allen dagelijks mee te maken hebben, is verre van optimaal. Het centrumplan moet aan al deze problemen een einde maken en Valkenburg opnieuw op de kaart zetten en klaarmaken voor de toekomst. En hoe denkt een echte Valkenburgse ondernemer over de herstructurering van het centrum? Ik ben blij dat de herstructurering van het centrum toch nu binnenkort aangepakt gaat worden. Omdat de situatie zoals ze nu is, dat is eigenlijk ook een verouderde situatie. Slechte parkeergelegenheden in die zin moeilijk. Bereikbaarheid is wel goed, maar de auto's kunnen moeilijk parkeren, in- en uitrijden. Daarnaast is het straatbeeld behoorlijk verouderd. En primair is voor de ondernemers dat de bereikbaarheid toch goed blijft. En daarom toch ben ik blij dat er een parkeergarage ondergronds gaat komen. Maar ook wil ik benadrukken dat het heel belangrijk is dat tijdens de verbouwingswerkzaamheden, tijdens de herstructurering, dat toch het centrum van Valkenburg toch op enigerlei wijze bereikbaar moet blijven. Want anders zou het best wel eens heel moeilijk kunnen worden voor de bestaande ondernemers die niet de gelegenheid hebben om naar een andere locatie te verhuizen. We vroegen ook burgemeester Eurlings naar de ambitie van de gemeente Valkenburg. En wat kunnen we nu uit het voorgaande concluderen? Er is maar één conclusie. Wij moeten nu investeren in de toekomst van ons Geulstadje. En er zijn al hele goede aanzetten. Hier naast mij zijn we aan de slag met de Geulkades. Kijk ook naar Lendel Green Park, wat een succes is voor Valkenburg. En kijk ook weer naar de herleving van onze traditie en historie in de Berkelpoort. En ook weer in het ontdekken van de stadswallen. Kortom, wij liggen nu waarschijnlijk een stukje achter op een aantal gebieden. Maar we moeten de ambitie hebben om die achterstand in een nieuwe voorsprong te ontwikkelen. Want 125 jaar geleden waren we frontrunner, we waren koploper om het toerisme op de kaart te zetten. Het volgend jaar de gelegenheid bij uitstek om die ambitie weer opnieuw in te vullen. Want Valkenburg is top en behoort aan de top. Tot slot geven we u een korte driedimensionale impressie hoe het centrum er in de toekomst mogelijk uit zou kunnen zien.